Heb je een prangende vraag voor Gamersnet, dan ben je welkom in ons vaste Q&A-format Goeie Frag. Elke week een nieuwe Q die wij gaan eien. Goeie Frag staat om jouw vraag en dan gaan we die natuurlijk beantwoorden. En deze week komt de vraag van niemand minder dan Onbekend. Dat is letterlijk zijn naam op YouTube, Onbekend. Hij vroeg namelijk een hele simpele vraag waarvan we een beetje gek vonden dat hij nooit eerder is gesteld. Want het is ook een hele goede vraag. Het is namelijk, wat is je favoriete mobile game? Dus we nemen aan dat het over meer smartphones dingen gaat, als in je mobieltje. Maar we nemen het iets breder. Je mag eventueel ook een mobiele handheld game noemen als je daar zin in hebt. Spoiler alert, ik moet dat doen, want ik heb een Windows Phone. Anyway, we gaan door met de antwoorden op de vraag, wat is je favoriete mobile game? Wat is mijn favoriete mobile game? Goeie vraag. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik momenteel eigenlijk van mijn favoriete game afgestapt ben. Met de komst van Pokémon Go. Het is een beetje de nieuwe hype voor mij geworden. Het werd laatst weer minder, maar toen deze de legendarische Pokémon eruit gooien. En toen had ik meteen weer interesse om te gaan vangen. Binnenkort komt trouwens Mewtwo uit. Dat heb ik ergens gelezen op een verdwaalde site genaamd Gamersnet.nl. Dus dat wordt ook weer heel erg hype. Daarvoor heb ik eigenlijk 3,5 jaar lang Brave Frontier gespeeld. En dan zijn er waarschijnlijk heel veel mensen die het niet kennen, maar Brave Frontier is eigenlijk een soort, dat kun je het beste vergelijken met de oude Golden Sun. En de Golden Sun 2 op de Game Boy Advance. Het was echt een fantastisch spel. Het is heel erg pixelachtig. Het is een soort turn-based combat waarbij je tegen monsters vecht en waves. Je kunt natuurlijk andere heroes kopen met diamantjes en dat soort dingetjes. Maar hoe dan ook, het spel is echt heel erg vet. Ik vond het heel erg vet eruit zien. Alleen, sinds ik mijn nieuwe telefoon heb, je hoort het goed, mijn nieuwe telefoon, kan ik het niet meer spelen. Serieus, Sony, als je dit ziet, sterft alsjeblieft, sterf heel erg snel. Want jullie nieuwe telefoon is 10 keer niks. Ik kan niet eens oude spellen spelen. Dus dikke shout-out naar Sony. En voor de rest, koop allemaal Samsung en ga Brave Frontier spelen. Yo, Onbekend. Leuk dat je je vraag stelt. Meestal ben ik de persoon die het langs doordraaft over het een of het ander. Maar gezien ik denk dat je bedoelt mobiele game in de vorm van smartphone-spel, moet ik je helaas teleurstellen, want ik heb een Windows Phone. En dus heb ik geen apps. En dus heb ik geen games. Eigenlijk alles wat je, waar je aan denkt als je aan een smartphone denkt, dat heb ik niet omdat ik Windows Phone heb. Snapchat, nooit gehad. Instagram, pas een jaar. Twitter, duurde super lang. WhatsApp, duurde nog langer. Pokémon Go, nooit gehad. Als je een ergens een reclame ziet voor een app, of als je iemand hoort praten over van hey, iedereen zou dit mobiele spel moeten spelen, ga ervan uit dat ik het dan niet heb. Ik heb zo vaak in de kroeg gezeten dat mensen zeiden van oh, je moet ook deze app downloaden. Dan zeg ik, ja, Windows Phone. En daar ben ik ook blij mee. Het is niet dat ik, ik ben toch niet zo wild van de apps. En de spellen die er wel op zijn verschenen, uiteindelijk leg ik ze toch allemaal neer, omdat ik het niet echt, vaak vind ik het niet volledige games waar ik me echt in kan storten. En de wat grotere games en de wat populaire dingen zijn vaak ook weer pay to win, of je moet er allerlei dingen voor doen. Daar ben ik geen groot voorstander van. Dus nee, qua smartphone apps en games heb ik eigenlijk niks om aan te leveren. Maar als we een mobiele game bedoelen met ook de handheldwereld erbij inbegrepen, nogmaals, ik ben helemaal weg van Miitopia. Miitopia op de Nintendo 3DS is de shit. Die game is dieper dan je denkt, is groter dan je denkt. Ik kan iedereen erin meenemen, weet je wel. Mijn grote bad guy is Snoop Dogg. Ik zit er zelf in. Een aantal gasten van Gamersnet zitten in mijn wereld. En dat is precies hoe ik een mobiele game wil hebben. Het is diepgaand, maar het is wel lekker pick-up en play. En je kunt het in korte burst kun je het oppakken. Dus dat spel zelf heeft sowieso meerdere tientallen uren aan gameplay. Maar het is niet dat je het per se in grote streaks van een aantal uur moet spelen. Weet je, je kunt een aantal leveltjes doen als je even, weet ik veel, in de bus zit. Of je bent even aan het wachten op het een of ander. Je pakt even je 3DS erbij. Je speelt een paar potjes. En dan denk ik, dat is precies hoe ik een mobiele game wil hebben. En ik weet dat dat niet op een smartphone te verkrijgen is. Of in ieder geval niet op mijn Windows Phone. Dus als we het hebben over favoriete mobiele games, ik neig sneller naar een handheld toe dan what the fuck de Google Play Store mij ook denkt te kunnen bieden. Geen fan van smartphones gewoon. Also, laat me met rust. Bel me niet. Ik hou niet van connectiviteit. Ga weg. Ik wil niet connected blijven. Stay connected. Ga weg. Je moet connected zijn, man. Ik haat mensen. Thank you.
Hey, daar ben je. Wat een goede frag. Wat is mijn favoriete mobiele game? En we hebben voor het gemak even... Oh, dat heeft Tom wel gezegd. Het gaat over games op de mobiele telefoon. En ik heb heel veel hele rare gaming verslavingen gehad op de mobiel waar ik eigenlijk nooit over praat. En heeft de reden dat ik er nooit over praat, omdat ik echt best wel mee voor lul sta. Ik heb enorm veel Candy Crush gespeeld. Echt heel veel. Ik heb enorm veel Angry Birds gespeeld. Ik ben een beetje van de hype games. Maar waar ik nu heel erg mee bezig ben, en dat is eigenlijk heel stom. Maar kijk, op een gegeven moment was ik helemaal klaar met Candy Crush. Weet je wel, op een gegeven moment bij level 2000 of zo, heb je het wel gezien. En nu hebben ze dus Star Wars Puzzle Adventure. En dat is eigenlijk exact hetzelfde. Het is gewoon Candy Crush. Exact hetzelfde, maar het is Star Wars. Dus je ziet BB-8 zo een beetje rondkijken, maar verder moet je gewoon puzzelen. Nou, daar ben ik nu heel erg aan verslaafd. En we hebben Peggle Blast. En Peggle Blast is Peggle. Peggle is het beste game ooit gemaakt ongeveer. Op PC en op Xbox en op PlayStation. Maar die hebben ook een mobiele versie, die heet Peggle Blast. En dat werkt eigenlijk hetzelfde als Candy Crush. Nou, je moet allemaal van die mapjes, van die levels. En dan moet je weer levens wachten of bijkopen. En dat spel speel ik ook heel veel. Ik moet zeggen, ik speel best wel veel op de mobiel. Alleen, ik vind het geen games. Ik vind het gewoon bendigheidsspelletjes. Dus ik, als gamer ben ik niet zo heel erg van de markt van mobiele games. Ik vind het helemaal niet zo interessant, want ze doen niet zo heel veel met me. Alleen als ik onderweg ben, dan speel ik ze best wel graag en best wel vaak. Oh, en Mario Run vind ik ook vet. En Rayman Run Game is ook heel vet. Rayman Jungle Run, dat is ook een vette game. Ja, dat is wel tof. Ik weet niet. Wel vet. Oh, de Star Wars Battlefront. Die heeft ook een app. En dat is ook best wel vet. Er zit een puzzelgame in van Star Wars. Best wel strategisch met kaarten. Best wel toffe game ook. Het zijn best wel veel goede games. Vet. Mijn favoriete mobiele game. Het zal niet een bijster origineel antwoord zijn. Maar ik ga voor Pokémon Go. Dat is... Vorig jaar kwam je uit en sindsdien heb ik ruim 1000 kilometer gelopen met die app. Dat is een gigantische achievement, vind ik. Maar dat had ik zelf ook nooit verwacht dat ik dat ooit zou gaan doen. 1000 kilometer lopen, ik bedoel, hè, zie ik er zo uit. Dus Pokémon Go heeft mij daadwerkelijk naar buiten weten te brengen als een gamer die echt 100% in zijn mancave woont eigenlijk. En, dat vind ik heel erg knap en ik vind het ook nog steeds leuk. Ik ben laatst met mijn vriendin, die speelt ook nog steeds, naar Almere geweest. Daar hadden ze Genghis Khan en Unknown. En dat was ook heel vet, want je ziet nog steeds heel veel mensen die het spelen, al dan niet stiekem, dat ze ook mensen kijken, even mijn telefoonscherm verbergen. Maar je ziet nog steeds de aantrekkingskracht van Pokémon. En het was eerst Ingress van Niantic, dat ja, hè, snapte niemand echt. Ja, de harde kern snapte het, maar verder niet echt. Nou is het Pokémon en nou is het zo groot geworden, zo opgeblazen. En ja, er zijn een paar idioten die de weg opgaan en voor een auto springen om een Pokémon te vangen. Maar het grootste deel van die mensen, die zijn gewoon normale mensen en zijn ook heel aardig. En je hebt tegenwoordig ook raids in Pokémon Go. Dan moet je bijna altijd wel met meerdere spelers spelen. Dat is allemaal heel erg sociaal. Dus niet alleen weet Pokémon Go mij naar buiten te krijgen, maar het spel weet me ook nog eens sociale omgang op te zoeken met andere spelers. Dus ik vind dat een hele prestatie voor een spel dat eigenlijk niet heel veel voorstelt als je erover nadenkt. Maar dat is dus mijn antwoord. Mijn favoriete mobiele game is Pokémon Go. Zodoende, daar heb je het. Dat zijn onze favoriete spelletjes die we onderweg willen spelen. Zij het op een smartphone of op een handheld. Dat zijn de games die onze favoriete mobile games zijn. Heb je zelf ook een interessant spel wat je aan wil leveren? Was je het eens met een van onze antwoorden of juist absoluut niet? Laat het ons weten in de comments. En natuurlijk, als je er toch bent, we zoeken altijd nieuwe vragen voor goede frag. Heb je een leuke, prangende vraag over de gamesindustrie? Over onze favoriete games in het een of het andere genre? Of een andere gekke, creatieve vraag? Laat hem hieronder weten en wie weet... Eén wij jouw Q volgende week. Het blijft een Q&A-format, hè? Hippe buzzwords. We hebben ze op gamersnet.nl. En dat was het voor deze week aan Goeie Frag. Ik was Tom, de rest was de rest. Hun namen stonden in beeld. Druk vooral door naar andere video's. Check de beschrijving voor allerlei toffe linkjes. Laat een like achter als dat kan. Dat kan niet op Gamersnet, maakt niet uit. Probeer het toch. Tot snel, tot volgende week, tot een andere keer op gamersnet.nl. Tududududu.